strategie krijgt, namelijk de strategie van het flexibele antwoord, heeft de Starfighter toch voldoende flexibiliteit zelf ook gehad om die nieuwe taken te kunnen uitvoeren. En dan praat ik met name over luchtverdediging op lage hoogte, air combat, maar ook conventionele offensieve operaties. En wat dat betreft heeft de Starfighter ons in al die 20 jaar eigenlijk heel goed dienst bewezen. Ik heb dus zo'n 16 jaar 104 gevlogen en in die tijd zo'n 2600 uur daarop gemaakt. Het was een mooi vliegtuig. Ik heb er altijd met vreselijk veel plezier op gevlogen. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontstonden tussen de overwinnaars, de geallieerden en de Sovjet-Unie, steeds meer verschillen van politiek inzicht. Eind 40 jaren werd de verwijdering steeds groter en kwam het tot gespannen verhoudingen. Beide partijen ontwikkelden machtsblokken, ook op militair terrein. In het NATO-verband waren de defensietaken nauw omschreven. Ook Nederland, samen met bijna alle West-Europese landen, was onderdeel geworden van een gemeenschappelijke militaire taakvervulling, waarbij Amerika de belangrijkste rol speelde, niet in het minst op grond van de voorziening van materieel. Zo was daar het Military Assistance Program in werking getreden, van waaruit vooral Europese landen werden voorzien van grote hoeveelheden vliegtuigen, zoals de F-84's, F en E en G en de Thunderflash, de fotoverkenner die toen rondvloog. Binnen deze structuur had de luchtmacht een duidelijke taak. Toen, eind 50er jaren, de eerder genoemde vliegtuigen, Thunderstreak en zo, moesten worden vervangen, werd na een gedegen onderzoek en nogal wat politieke strubbelingen gekozen voor de F-104 Starfighter als vervanging van die RF-84F, maar ook de Engels gebouwde Hawker Hunter vliegtuigen die in Nederland werden gebruikt als luchtverdedigingsjager. What can smaller nations do then? How can they keep their freedom? For they know better than large nations that weakness invites aggression. One thing they can do is stand together. Courage added to courage. Strength added to strength. Another thing they can do is to buy wisely. For smallness has its advantages. Less territory to protect. Shorter ranges. The wisest buy would be a weapon. A single weapon, which can play all the roles in modern defense. Such a weapon is the F-104. Nothing can fly higher. Nothing can fly faster. Nothing can elude it by hugging the ground. The F-104 is a tower in the sky from which men can keep vigil over their homeland. Ready to change from guardian angel to angel of destruction. Nothing can outfly the 104. In 1957 nam de NAVO een nieuwe strategie aan, de strategie van een massale vergelding. En dat werkte ook door in de plannen voor de krijgsmachtdelen. Rond 1958 had de luchtmacht het toppunt van de wederopbouw na de oorlog meegemaakt. Ons aandeel was toen 16 squadrons met zo'n 400 gevechtsvliegtuigen, verdeeld over de types Hunter, Sabre, nachtjagers, Thunderstreaks, aanvalsjagers en T-34
Thunderflash, fotoverkenners. En die nieuwe NAVO-strategie, die dwong de NAVO ook de nieuwe technologie onder de ogen te zien. Eén daarvan was de komst van geleidewapens voor de luchtverdediging. En een belangrijk deel van onze luchtverdedigingsjagers, de Hunters, zouden op termijn in de jaren 60 worden vervangen door geleidewapens. Aan de andere kant was natuurlijk ook de technologie in die zin voortgegaan dat de Amerikanen waren in grote mate strategische B-52 bommenwerpers aan het innemen. En men nam als het ware natuurlijk aan dat de Sovjets precies hetzelfde aan het doen waren. De bomber gap was een kreet uit die tijd. En de dreiging in de jaren 60 leek erop dat ook een NAVO een grote aanval met strategische Sovjet-bommenwerpers moest verwachten met waterstofbommen. En daar waren hele snelle onderscheppingsjagers voor nodig. Die bij dag en nacht, bij goed en bij slecht weer, die taak moesten kunnen verrichten op grote hoogte. En daar is mee al ongeveer het eisenpakket van de Starfighter gedefinieerd. Tweede, ook gevolg van die strategie van de massale vergelding, was dat ook Nederland een tactisch nucleaire taak kreeg. En ook voor die taak moest het nieuwe vliegtuig geschikt zijn. Dus het samenstel van die twee taken en ook de komst van air-to-air missiles, de Sidewinder bijvoorbeeld, maakte deel uit van dat pakket. De 104 is niet alleen voor Nederland gebouwd. Ook Canada, Japan, Taiwan, Pakistan, Jordanië, Turkije, Griekenland, Spanje, Noorwegen, Italië, Denemarken, België en West-Duitsland bestelden de nieuwe toestellen. En sommige ontvingen later kleine series gebruikte Starfighters, zoals bijvoorbeeld Turkije een aantal 104's van de Nederlandse luchtmacht heeft overgenomen toen het vliegtuig hier buiten gebruik werd gesteld. Voor de Europese markt was West-Duitsland de grootste afnemer. Als ik me niet vergis zijn zij begonnen met ruim 800 vliegtuigen, bijna 900 zelfs. Voor de CLU zijn 25 toestellen gebouwd bij Fiat. De 18 tweezits 104, de TF-104, training fighter in feite, werden door Lockheed in Burbank gebouwd in Amerika en met vliegtuigen en schepen naar Nederland getransporteerd en zijn hier toen geassembleerd. De rest van de vliegtuigen voor Nederland zou via het projectbureau NATO Starfighter Management Organization, de NASMO, als afkorting, door drie Europese productieunits worden gecoördineerd. Een van deze drie units, de zogenaamde Noordgroep, bestond uit Fokker, Aviolanda Papendrecht, Fokker Wolf, Weser Flugzeugbau en de Hamburger Flugzeugbau. Deze participanten produceerden verschillende onderdelen. Rompsecties, vleugels, staartstukken, motoren en instrumenten. En bij Fokker vond de eindassemblage plaats. Op 2 maart 1965 werd de eerste F-104 overgedragen aan de Koninklijke Luchtmacht. En bijna 3 jaar later, op 2 januari 1968, vond de aflevering van het laatste vliegtuig plaats op de vliegbasis Leeuwarden. Several of the world's free nations have already armed themselves with this potent weapon. Forgetting national differences in the larger cause of freedom. The prime advantage lies in the 104's versatility, the purchase of one aircraft rather than several. But there are other advantages. Manufacture of these aircraft can take place in the home nation, allowing practical adjustments in fiscal policy, increasing employment opportunities, keeping alive important crafts and professional skills. Many lands will soon see and hear the F-104 and call it their own. For it is not primarily an American airplane. It was shaped on the anvil of the Korean War, a conflict born by all free nations. De 104 was een revolutie op het gebied van jachtvliegtuigen, straalvliegtuigen. Tot dan waren vliegtuigen redelijk conventioneel gebouwd. De F-84F had nog wel een wat moderner vleugel, bijvoorbeeld dan de Hawker Hunter, die een hele dikke, uiterst conventionele vleugel had. Maar de 104 was een verandering op alle gebieden. Een slank vliegtuig met hele dunne vleugels. Eigenlijk een voortzetting van
experimenten die in Amerika gedaan waren om met luchtvaartuigen, of dat nou vliegtuigen waren of raketten of zo, luchtvaartuigen, sneller te kunnen vliegen dan het geluid. Kelly Johnson, een nogal bekend constructeur van vliegtuigen in Amerika, heeft toen het idee opgevat om vanuit die experimentele machines de 104 te gaan maken. Een vliegtuig dat dus qua rompvorm helemaal berekend was op sneller dan het geluid vliegen. Het moest dus een hele slanke, dunne romp worden. Maar dat gold natuurlijk ook voor de vleugels. De ronde vleugelvoorranden van vliegtuigen daarvoor geven enorm veel weerstand als je sneller dan het geluid vliegt. En Kelly Johnson heeft dat simpel opgelost door messcherpe vleugelvoorranden te maken. Letterlijk messcherpe vleugelvoorranden. Waar grondpersoneel later zich nog wel eens aan verwond heeft. Het is inderdaad vlijmscherp. Dit model stelt je in staat om, en dat was het eerste vliegtuig dat dat kon, in horizontale vlucht sneller te vliegen dan het geluid. Je kunt een 104 zelfs op zeer lage hoogte sneller laten vliegen dan het geluid. Alleen krijg je dan verschrikkelijk veel last van turbulentie. Dan bereik je heel snel de structurele limieten van het vliegtuig. Voor zo'n model heb je natuurlijk een aantal benaderingen. Want sneller vliegen dan het geluid is één ding, maar je zult het apparaat ook moeten kunnen landen. En dat betekent dat je dus terug moet kunnen komen tot een acceptabele landingssnelheid. Voor de F-104 was dat uiteindelijk 165 knopen. Dat is bereikt door aan de vleugelvoorrand en de vleugelachterrand flaps, vleugelklappen te maken, waarbij de achterste vleugelklappen werden aangeblazen met lucht uit de motor, zodat het draagvermogen van die flaps zo hoog mogelijk werd opgevoerd. Met die flaps maak je dus de vleugels wat krommer en verhoog je het liftvermogen, het draagvermogen ervan. Met de flaps op kun je Mach 2 vliegen. De vleugels kunnen zelfs sneller, maar de motor kon dat niet. Bij Mach 2 wordt de maximale inlaattemperatuur van de motor bereikt. Alles bij alles dus een uiterst nieuw concept vliegtuig, wat natuurlijk zijn gevolgen had voor de methode van besturing. Die kon niet langer op een manier gebeuren waarbij ook de vlieger de besturing zonder hydraulica zou kunnen overnemen. En dus was de 104 een vliegtuig waarbij je hydraulica nodig had om te besturen. Zonder hydraulische druk viel er niets meer te besturen aan het vliegtuig. Je hebt zoiets nodig omdat bij supersonische vlucht de roeren niet eens willen bewegen als je dat met de hand zou willen proberen of zou moeten doen. Dus puur hydraulisch. De smalle romp had tot gevolg dat een aantal dingen heel slim moesten worden opgeborgen. Nou, voorop zit altijd de vlieger natuurlijk met zijn schietstoeltje en al zijn apparatuur. Direct achter die vlieger een compartiment waar alle elektronische apparatuur in was opgeborgen. Dus de computers ten behoeve van de autopilot, van de wapenaflevering, de bewapeningsbesturing, radar en radio's. Dat zat allemaal in een electronic compartment recht achter de vlieger. Onmiddellijk daarachter zit een compartiment met munitie voor het boordkanon. En daarachter weer een grote interne tank waar zo'n ongeveer 6800 pond brandstof in zit. Die tank ligt als het ware rond de inlaat van de motor. En achter die tank ligt dus de motor. En dan is het vliegtuig vol. Allemaal knap opgelost. Goed compact weggestopt. En dat is heel belangrijk, want die vleugels, die op hun dikste plaats maar 10 centimeter dik zijn, kunnen niets bergen. Bij vrijwel alle vliegtuigen in de wereld worden de vleugels ook gebruikt om brandstof in op te slaan. Bij de 104 was dat niet mogelijk. Daar konden wat hydraulische leidingen door, wat elektrische leidingen en wat bediening voor de ailerons en de flaps. En daarmee was het gezien. Dan waren de vleugels vol en moest je er alles verder aan hangen. Rond 1958 had de luchtmacht zo'n 16 squadrons
met vier verschillende types, alles bij elkaar zo'n 400 gevechtsvliegtuigen. En de bedoeling was dus dat de helft ongeveer met Starfighters zou worden uitgerust en de andere helft met geleide wapens. En de minister had berekend dat hij daarvoor 218 Starfighters nodig had. En hij dacht 118 hulp uit Amerika te krijgen en we zouden dan zelf 100 kopen bij Fokker. Ja, toen kwam president Kennedy aan de macht en zijn aandacht ging toch meer naar oorlogen als in Vietnam. En de hulp aan Europa werd drastisch teruggedraaid. Uiteindelijk hebben we in Nederland maar 25 Starfighters via het Amerikaanse hulpprogramma gekregen. En dat betekende toch een nog verdere reductie van het aantal squadrons wat met de Starfighter kon worden uitgerust. En uiteindelijk zijn het er maar 5 geworden. 2 squadrons voor de all-weather luchtverdediging, 2 squadrons voor de nucleaire aanvalstaak en als 5e het fotoverkenningssquadron. Naast de munitiebak die er ingemonteerd was, zat er uiteraard ook een kanon in. Een M61 Vulcan Gun, een van de eerste operationele kanonnen in een vliegtuig met 6 lopen, roterende lopen, waarmee maximaal 6000 schoten per minuut kunnen worden afgeleverd, 100 per seconde. Onder de vleugel zijn dus 2 stations, elke vleugel 1. En de 104 heeft ook nog een zogenaamd centerline station. Dus recht onder de romp is nog een mogelijkheid om bewapening op te hangen. Andere bewapening van de 104 moest extern worden meegevoerd. Van origine was de 104 bedoeld als luchtverdedigingsjager, dus moet je luchtverdedigingsraketten mee kunnen nemen. En dat kon dan meegenomen worden aan de vleugeltips. Aan elke vleugeltip 1 raket. Ook onder de vleugel zijn ophangpunten voor bewapening, dan wel voor brandstoftanks. Die omschakeling naar de Starfighter, dat had op zich natuurlijk iets heel uitdagends, want er werd een hele hoop nieuwe technologie geïntroduceerd in de luchtmacht. Aan de andere kant hadden we inmiddels wel 10 jaar ervaring opgebouwd met straaljagers van verschillende pluimage. Ik denk dat wij, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Duitse luchtmacht, die pas na 1955 is opgebouwd, wij toch minder echte problemen hebben gehad bij de introductie van de Starfighter dan bijvoorbeeld de Duitsers. Desalniettemin was het een grote technische uitdaging. Maar we hebben er gelukkig mee gevlogen. We hebben ook eigenlijk veel langer mee gevlogen als bij de introductie de bedoeling was. Waar de straaljagers in de jaren 50 nog zo'n jaar of 5 à 7 meegingen, had men gedacht dat de Starfighter ongeveer 10 jaar meeging. Uiteindelijk is dat 20 jaar geworden. En we hebben met de 138 Starfighters die we...